Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie is gisteren ingegaan op de voorstellen vanuit het parlement ten aanzien van de wijziging van de wet notarisambt. Vanuit de commissie van rapporteurs is het voorstel gedaan richtlijnen vast te stellen voor de tarieven die notarissen hanteren. Volgens commissievoorzitter Roselli Cotino bestaat die behoefte er. De bewindsman gaf aan dat het samenstellen van deze richtlijnen in samenspraak met de beroepsgroep in gang zal worden gezet. Het lid Matura wilde volgens de minister ook weten waarom de vestiging van notarissen in de districten is geschrapt. Ze wilde ook weten of er afstemming hierover is gepleegd met de Vereniging van Notarissen. Getrouw antwoordde hierop als volgt. Gelet op de decentralisatiegedachte wordt voorgesteld om districtnotarissen te handhaven. Tevens wordt voorgesteld om de standplaatsen van de notarissen in de districten vast te stellen. Om te beginnen 1 Paramaribo, Lelydorp in het district Wanica voor de districten Wanica en Para, meer zorg in het district Komowene, Nieuw Nikeri in het district Nikeri, 2 in Nikeri en Koroni, Mungo in het district Marowene, Groningen in het district Saramaka en Atjoni in het district Brokopondo. Belangrijke overwegingen hierbij zijn onder andere geweest het aantal inwoners, de tijd en de aandacht die beschikbaar zijn geweest per cliënt voor bespreking en begeleiding, de toenemende vraag naar notariële rechtshulp, de toenemende complexiteit en omvang der werkzaamheden, het aantal akten, inkomsten van de notariaten en de carrièrekansen voor kandidaat-notarissen. Minister Getrouw deelde het parlement verder mee dat in het wetsontwerp de vereisten waaraan een notariskantoor moet voldoen niet zijn opgenomen. Bij het signaleren van ongebruikelijke transacties bij notarissen moeten deze gemeld worden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, MOT. In het wetsontwerp is een voorziening getroffen waardoor klachten tegen notarissen schriftelijk ingediend kunnen worden bij de voorzitter van het Tuchtcollege. Ten aanzien van artikel 24 dat door het commissielid Karel Breeveld als een hete aardappel was getypeerd, namelijk hoe voorkomen moet worden dat akten verdwijnen, zegt de minister dat de bewaarder van de minuut daartoe de nodige maatregelen moet treffen. De bewindsman ging ook in op artikel 44. Het lid stelt voor om een college van toezicht op te nemen in de wet dat zich onderscheidt van het Tuchtcollege. We zijn echter de mening toegedaan dat het Tuchtcollege voor dit moment voldoende is en zal hierover met de diverse stakeholders moeten worden afgestemd. Artikel 7. Hij stelt verder voor op te nemen dat de functie van notaris niet verenigbaar moet zijn met andere beroepen, zoals rechters en ministers. In dit artikel is er iets opgenomen dat de notaris niet tevens mag zijn minister, lid van de rechterlijke macht, deurwaarder, ambtenaar van politie en andere beroepen. Artikel 44, het eerste lid, wordt voorgesteld om de betaling voor het indienen van een klacht te schrappen. Met het voorstel kan ook worden meegegaan. Justitieminister Stuart Getrouw gisteren tijdens de openbare commissievergadering over de wijziging van de wet notarisambt. Deze wetswijziging is een initiatiefvoorstel van de leden Simons, Abdul en Afonsuwa.